Er is een akkoord bereikt met Aruba over de begroting. Heeft Nederland niet te veel invloed uit handen gegeven? Nee, ik denk dat een heel verstandig akkoord is bereikt, waarbij er een landsregeling wordt gemaakt, maar waarbij wel in een protocol wordt afgesproken, is afgesproken, we hebben dat getekend, wat er in die landsregeling komt te staan. Er wordt ook vastgelegd dat Nederland een bijdrage, technische ondersteuning zal verlenen. En dat die landsregeling niet kan worden veranderd zonder dat we daar een akkoord over hebben. Dus ik denk dat het een goede manier is om te zorgen dat iets wat we allebei willen, namelijk dat de financiën van Aruba aankoersen op een begrotingsevenwicht, dat dat kan worden gerealiseerd. En wat zijn de garanties voor Nederland dat Aruba zich wel aan de afspraken houdt? Nou, dat zijn nadrukkelijke afspraken met handtekeningen eronder. Er komt dus een apart college Aruba voor financieel toezicht. Dat is anders dan voor Curaçao en Sint Maarten. Niet gebaseerd op de Rijksweg Financieel Toezicht, maar op een onderlinge wederzijdse afspraak. Maar die gaat wel de rol spelen om te zorgen dat het met de begroting en de uitvoering van de begroting goed gaat. Zijn er al kandidaten bekend? Nee, dat komt binnenkort in de Rijksministerraad. Wanneer? Nou, dat, wat mij betreft een volgende keer. Dus dat zou over 2 weken kunnen zijn. Het lijkt erop dat de Arubaanse regering toch niet wil, de begroting niet wil aanpassen. Nou, weet u, daar blijf ik nu verder buiten. Ik ben blij dat we deze afspraak zo hebben gemaakt. Ik realiseer me dat minister-president Eeman nu in de Staten de voorstellen behandelt en verdedigt. En ik heb daar alle vertrouwen in.